Er liggen nu twee schepen aangemeerd. Het kleinste is onze Silver Cloud. Deze namiddag zullen we inschepen. Ze hebben hun tijd genomen. De pier ligt achter ons. Dat gaat zo langzaam. We zijn dus aanbeland in Antarctica. Eerste stop. Maar de kapitein heeft beslist dat het water te ruw is om de eerste landing onmiddellijk te doen. Oh yes, alle twee. Ja, dat is een duik. Die bergtoppen beginnen zitten in de wolken precies. De zon is er aan het uitkomen. Klaar voor de eerste Zodiac-landing. Het voelt veel te warm, maar we kunnen geen risico nemen. Onderweg kan het weer veranderen. Het water is spiegelglad. De zon staat erop. Er is heel weinig wind. Dat is heel belangrijk hier. Hey, kajakkers! Hebben jullie woning waar rechts? The snow, it has too much air in it, so the light goes in and like bounces all around. We staan hier in Yankee Harbor op de oevers met achter mij een stuk kolonie van de Gentee penguins. En af en toe hebben we ook een fur seal gezien. Het is prachtig weer. Dat zijn dus jonkies, die zien nog een beetje grijs, hebben nog geen watervaste pluimen. On the Mikkelsen Harbor. It's a beautiful place. Today is a beautiful day, like in the paradise. We have a colony of the Gentee penguin, a couple of the Weddell seals sleeping on the ice around. I don't know about you guys, but I'd rather I was just doing my thing. On top of the hill van dit kleine penguin eiland en ook enkele fur seals, maar niet veel. Sommige stukken is het behoorlijk glad, maar de zon is prachtig. Hij is echt in de rug. Je ziet het als een rug. Hè? Die is er bijna door helemaal. Oh ja, yeah, it looks different, yes. It has a black beak instead of a red one. It's hopping. Yeah, it's a Weddell seal. What's the main difference? If you look in the face, it's always smiling. Almost laying upside down, like it's completely asleep. Yeah, with a long face, was it? Eh? Oh yeah, looks like a reptile face. Do you know that sailing boat? No, I think it's private. Because it's really nice color. Oh, there are three at least. Nice. The blue hat team. We zijn weer aangekleed voor onze volgende excursie naar de Chileense basis hier op de achtergrond. Een tegenligger, de naam Ushuaia. We zijn dus het Lemerekanaal doorgevaren en onderweg naar het Peterman Island, waar dat we een nieuwe soort penguins gaan zien. Ik weet niet precies hoe je moet stappen met die boot, dus ik zet hem gewoon maar tegen de rots aan. Peterman Island is a fantastic place, but it is a little bit complicated. So we put flags in marking where you should go. 3, 2, 1. Ah, die zwarte vogel. Kijk. Nu is hem weg, nu is hem weg. Fantastisch. Een Russisch onderzoeksschip dat is omgebouwd tot een expeditieschip. Brown Bluff ligt dus achter ons. We zijn er dus niet geweest. Er ligt te veel zeeijs in de weg. Yes, the other days are so long. It seems like weeks ago.
Well, they're sort of blotched, blotchy mark. Well, they are the feathers still with their mark. And the one sitting is on the nest? Yeah, I think so. Sliding down. Seem like ducks, but they're petrels, stormvogels. This tiny little seabird is probably one of the most numerous seabirds in the world. Achter mij een tafelberg-ijsberg. Dat zijn gigantische ijsbergen die afbreken als de gletsjer in zee komt en dan pas afbreekt. Dan wordt dat heel mooi rechthoekig afgesneden.